Munich van de Editors, hier op Breda Nu. En je luistert steeds aan NAKPRAAT. En we gaan eens even terugkijken naar de wedstrijd FC Den Bosch NAK van afgelopen vrijdag. Met de basketbaluitslag 3-6. Overigens had niemand hem goed in de Nostradamus-competitie. Dat vind ik nou jammer. Gek, hè? Ik had wel 3 doelpunten voor Den Bosch besteld. Ja, alleen... Krijg je daar een extra punt voor? Nee. Nee, waarom nou niet? Is bikkelhard. Wel knap, jullie willen maar echt niet aan punten helpen. Nee, zo zijn wij dan weer. Nou, weet je wat het is? Dan probeer ik jullie te ondersteunen door elke keer een winstpartij voor de tegenpartij te voorspellen. En dan krijg je dit. Nou, bedankt jongens. Ik zal het onthouden. Ja, 3-6. Zeg ja. Leon, die wedstrijd begon nogal raar, vond ik. Ja, een beetje stilletjes, hè? Ja, even voor de mensen die het gemist hebben of er niet bij waren. Er was een Den Bosch supporter overleden. Richard van Dijk, alias De Tart. De Tart. En nou, er werd keurig netjes van tevoren aandacht aan besteed. Ja. Je zou zeggen voor de wedstrijd een minuut stilte, maar ik denk dat de KNVB dat in toestaat. Nee, ik denk dat ze een beetje zo. De protocol van de KNVB is inderdaad dat er niet zomaar toestemming wordt gegeven voor een supporter. Moet je specifieke aanvragen. Ja, dan moet je aanvragen. Dat moet dan echt een clubpersoon zijn geweest. Dus, en denk ik dat het was. En ze hebben ze gekozen voor een alternatief. Ja, en dat was de eerste minuut van de wedstrijd. Hield men zijn mond dicht. Ja, vanaf het fluitsignaal. Dus vanaf vrut en toen was stil. Dus stil. Wij keken elkaar al aan. En wat nu als NAC of Den Bosch scoort? Wat doe je dan? Zag je heel het uitvakken in één keer zo. Nee. Want NAC kreeg wel, na 40 seconden. Ik heb er speciaal op zitten letten. Na 40 seconden kreeg NAC een vrije trap net buiten de 16. Ja. Halfwege, iets verder. Halfwege de helft van Den Bosch. En als die voorzitter erin vliegt. Ja. Wat doe je dan, Sander? Ja, wat doe je dan? Ik was toch al de enige die aan het praten was in het stadion op dat moment. Want ik zat natuurlijk naar de radio. Ja, het is kei stil. Het is kei stil. En het is allemaal rustig. En er worden wat fakkeltjes ontstoken weer en daar. En het is wat mistig in het stadion, maar wat doe je dan? Ja, ik denk dat je dan toch niet in kan houden. Dat denk ik ook. Nou, Leon, het is radio, maar Leon beelde uit hoe dat hij zou doen als NAC zou scoren. Dat was een soort, alsof hij enorm moest poepen of zoiets. Dat is eigenlijk, en dat het daar niet goed zou doen. Maar Sander, jij maakt er een biljartwedstrijd van. Heb jij à la Bert van Voorthuizen de wedstrijd verslaan? Ja, karambol. Ja. En dan is er nu een vrije trap voor NAC op de rand van 16 meter gebied. Het zou leuk zijn, Sander, als je daar een keer een hele wedstrijd zou doen. Ja, vind je? Is het zo erg, mijn stemgeluid over de radio, dat je denkt van, hou hem helemaal zijn mond maar dicht. Nee, bedankt, ik zal het onthouden. Nee, maar ik vond het wel een mooie eerbetoon. Ik vond het heel bijzonder. Ik vind de eerbetoon vind ik mooi en terecht, maar anders dan anders. Eerste minuut je mond dicht houden, vind ik helemaal niks. Nee. Doe dan een hard applaus. Wie had al spandoek trouwens gemaakt dat in het vak van de NAC-supporters hing? Dat waren een aantal ook jongens van de harde kern van NAC die wat verzoek hadden gelegd bij de jonge afnuitingen jongens van de toren. Ik maak even een spandoek. Ja, die hebben blijkbaar sinds een hele poos een goede band met elkaar. De supporters van NAC en Den Bosch. Ja, want ik kan me nog herinneren dat ik een uitwedstrijd bij Os deed eerder in het seizoen. En dat op een gegeven moment de bussen van de supporters niet via Os terug mochten rijden. Ja. Ja. Of via Den Bosch terug mochten rijden. Ja, omdat er een aantal Den Bosch supporters op een viaduct stonden. Waarschijnlijk voor een applaus. Maar dat was feitelijk om ze te feliciteren met het feit dat ze de directe kampioen of de directe tegenstander Os hadden verslagen op dat moment. Klopt. Ja. Maar wij zijn later wel achter de spelersbus via Den Bosch gewoon kunnen rijden. Dat is een hele rare situatie. Ja, ik ben wel blij met die goede verstandhouding. Overigens was dat vroeger wel anders. Dat was vroeger anders. Maar waren complete veldslagen tussen Den Bosch en NAC altijd. Ja. Er zijn nog wel eens een aantal mensen op het spoor terechtgekomen, kan ik me herinneren. Dat klopt, ja. Ik heb gelukkig een hele poos al heel wat fanatieke Bosse supporters. En nou ja, ik kan gelukkig het normaal mee omgaan, zeg maar, zonder dat ik in raar wat aangekeken heb. Echt alles geweest. Ja. Ik heb er van alles naar mijn kopje. Ja, dat hebben mensen wel eens moeten rennen daar in 1993, toch? Ja. Man. Zeg jongens, even over de wedstrijd. Die tegendoepende man. De eerste twee, dat zijn kopieën van elkaar. Ja. Dingzak en Biemans. Ik kan me nog wel eens herinneren dat ze ooit bij zulke doelpunten nog wel eens een keer het scherm in tweeën gedeeld hebben. Hadden ze in dit geval ook eens moeten doen. Complete kopket. Het was verdomme nog een ex-Willem II ook die doelpunten maakte. Want dat was nog het ergste van alles. Een misselijke kruikhoofd. En dat gebeurt namelijk altijd wel één of twee keer per seizoen, hè, zo'n tegendoepend. Gewoon iemand die blokt, iemand anders loopt eromheen. Ik kan me uit mijn nek ooit eens herinneren, vorig jaar of uit bijna, wat was dat ook zoiets? Ja, voor mij was het uit mijn nek. Identieke doelpunten tegen, echt. Ja. Het is niet te geloven. Ja. En die derde, Ronnie Stam, dacht, laat ik zijn handje helpen. Ja. Tikkie breed, Dirk. Ik geef hem zelf al voor. Of knudden lijkt het wel. Kortom, de verdediging was niet zo. Hoewel Dijkhuizen zei van, nou, dat zijn fouten, daar kunnen we op trainen.
Met name die eerste twee bedoelde hij daarmee. Ja, daar is aan mee beginnen. Ja. Lang zijn ze nog bezig. Nou, dan nog iets positiefs. Vond ik de aanval. Was echt goed. Ik vond Arts fantastisch. Ik vond onze Unal, de Turk, vond ik heel goed ook. Erg goed. Ja. En laten we heel simpel zijn. Seuntjes op 10. Ja. Met, als je ziet hoe die vanaf het middenveld komt en die breedte paas geeft naar links op Unal. Waardoor hij eigenlijk zoveel tijd heeft dat hij die bal eerst rustig voor zijn rechterbeen kan leggen. En dan die lange hoeken kan zoeken. Klopt. Ja, dan is het een speler met extra waarde voor hem. Absoluut. Seuntjes vond ik goed voetballen. Het is ook gewoon een positie voor hem. Want dat hij ook gewoon alert moet blijven. Ja. Dat staat continu in de picture in plek van aan de zijlijn plakken. En de kans krijgen om een klavertje 4 even bukken. Ja. Tijdens de wedstrijd. Dat gaat hem nou niet gebeuren. Op kunstgras. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, eens en laat hem maar lekker zwerven. En ik vond het echt goed. En het 4-4-2 systeem gaat aanvallend steeds beter werken, vind ik. Ja, hebben ze. Je ziet fantastische doelpunten. Die zesde goal was echt een 4-4-2 doelpunt. Arts die geweldig de zijkant op de ruimte opzoekt. Seuntjes die voor de ja, dat is echt fantastisch. Ja, mooi doelpunt. Dan viel Dingen nog in, hoe heet die? Onze dingen. Ons voor op nummer 10. Dingensdag. Op nummer 10. Nee. Ik ben aan het zoeken. Duarte of zo? Ja, Duarte. Brands zat niet in. Brands heeft toch niet. Ja, Duarte. Die kwam erin van Unal. Ja, nee, hij speelde op 10. Op 10. Oh, zo bedoel je. Sorry, niet kwalijk. Zit alvast bij het volgende onderwerp. Ja. Hij deed hartstikke goed. We hebben lekker snel het spel willen voortzetten. Aardige steekballetjes geven. Dus ja. Het zag er allemaal wel hoopgevend uit. Ja, netjes. Ja. Nou. Nee, content mee. Zullen we het kort houden? Ja, dat zullen we maar doen. Ik kijk even naar de muziek. We gaan een fijn plaatje doen. De soort Nederlandse glamrock. Ja. Heeft toch bestaan, de jaren 80, in de formatie Tower. Ik moet zeggen, ik had hem vanmiddag klaargezet. Want ik heb bereid de muziek natuurlijk voor. Dus ik had hem in de auto even lekker hard aanstaan. En denk van, jongens, er is ook in die tijd goede Nederlandse muziek gemaakt. Dat is echt, echt geweldig. Met See You Tonight. En let vooral op de hoge stemmetjes van de heren. Een soort Bee Gees-achtig. Ja, erg goed. En dan die opbouw ook, hè? Ja, mooi, hè?